Bijna 100 jaar geleden werd in Sint-Oederode het Damiaanklooster gebouwd. Een opleidingscentrum voor jongens in de geest van de Belgische pater Damiaan. Het klooster bracht weinig priesters voort, maar wel generaties jongens met een groot sociaal gevoel. Nadat het klooster zijn functie verloor, maakte Novadik Kentron er een verslavingskliniek van. Ook die is gesloten. Het Damiaanklooster begint na bijna een eeuw aan een derde leven. Maar nog steeds hangt de geest van pater Damiaan in het monumentale gebouw. Pater Damiaan was een Belg die als missionaris op Hawaï zijn leven gegeven heeft eigenlijk voor de Melaatse. Daar zoveel werk heeft verricht. Vele mensen zullen van hem gehoord hebben. Hij is zelfs uitgeroepen tot grootste Vlaming aller tijden. Dus het is niet zomaar iemand. Pater Damiaan hoorde tot de Orde van de Heilige Harten. Die was vooral groot in België en Frankrijk en had als doel missionarissen op te leiden. De toeloop van jongens naar het seminarie in België werd eind 19e eeuw zo groot dat er een seminarie in Grave werd gesticht. Het heette het missiehuis Pater Damiaan, naar het grote voorbeeld. In 1920 is dat seminarie in Grave afgebrand. En toen zijn de paters op zoek gegaan naar een nieuw stuk grond waar ze konden bouwen. Hier achter mij was het vroeger helemaal dicht. Wij hadden niet dat prachtige uitzicht op die glazen roodramen. Wij kwamen door de deur aan de binnenkant, bij het textielcentrum, kwamen wij binnen. En dan namen hier aan tafels, ik heb het teruggerekend, het moeten 13 tafels zijn geweest van ieder 12 personen. Zo'n 155 jongens, die gingen hier zitten eten. Als het belletje klinkelde, dan was het eten afgelopen of dan werd er iets bijzonders gedaan, dan werd er gezwegen. Kun je je voorstellen, één belletje en dan 155 jongens in één keer, hop, allemaal stil. Het seminarie in Sint-Oederode kende strenge regels, zoals alle seminaries een eeuw geleden, maar toch stroomden de leerlingen toe, want je had er structuur. Maar er was nog iets. De jongens kwamen meestal uit grote gezinnen en moesten hun slaapplek vaak delen met de andere kinderen. Op het seminarie was dat niet zo. Rond 6:30 stonden we op, werden we gewekt. Hè. We lagen allemaal heel braaf in van die prachtige chambretjes. Ja. Met gekleurde gordijntjes, hè. Die waren er allemaal voor. Dus iedereen had een eigen kamertje. Dat was overigens wel een voorrecht. Ja, dit was ons chambret, een cel noemden wij dat. Dat was op de slaapzaal. Dat was gewoon afgezet met asbestplaten. Ja, dat zou op dit moment niet meer mogen. Je had een bed. Dat paste er precies in. Dan een klein stukje, kon een matje liggen, dan kon je opstaan. En dit was de kledingkast. Daar lagen de onderbroeken, de hemden, de blouses en de shirtjes in. En ja, je koffer die kon er net onder het bed. En dat was in principe alle privacy die je had. Wijwatersvatje hing aan de muur en een kruisje. En dan een klein raampje waar je contact had met buiten. En dat was ons privacy. Daar waren we heel trots op, dat je toch een stukje had waar je zelf jezelf kon zijn. In verschillende andere seminaria had je grote zalen waar ze in grote zalen sliepen en dat hadden wij niet, dus dat was wel iets unieks. Maar daar werden dus ook om 6:30 gewekt en 's nachts werden we ook af en toe gewekt of we wel sliepen, hè, of we wel op de chambretje waren. Dat was niet altijd vanzelfsprekend kennelijk. Om 6:50 kreeg je 20 minuten om je te wassen en om je aan te kleden. Was eigenlijk nauwelijks voor nodig, want de meesten waren na 10 minuten klaar. Ging naar de kapel, morgen gebed. Daarna een 30 minuten studie, na die studie naar de refter, 10 minuutjes pauze en dan begonnen de lessen. Dat was iedere dag precies hetzelfde, maar iedere dag gaf dat wel structuur. Je wist waar je je aan te houden had. In het voorjaar en in de zomer, daar werden we gewekt en dan werden we verzocht om het zwembroek aan te trekken en dan door het bos achter naar het zwembad. Dat was ook uniek, want de meeste seminaria hadden geen zwembad en dat hadden wij dus wel. Dus we zaten hier wat dat betreft op een unieke locatie. Maar ik weet wel dat de jongens die hier gezeten hebben, dat die bijna allemaal een soort, nou laat ik maar zeggen, een soort sociale tik hebben. In ieder geval is het idee meegekregen van, ja, je bent niet alleen op de wereld. En we moeten proberen met z'n allen, en zeker ook voor de anderen, de wereld een beetje meer leefbaar te maken. Ja, dat ideaal, dat hebben we meegekregen en dat zit erin. Ondanks het eigen chambretje en het zwembad golden wel de strenge kloosterregels. Als je door de gangen liep, dan zweeg je. Na het Tweede Vaticaans Concilie in 1963 werden de regels wat versoepeld. Toen merk je ook, hè, binnen de hele kerk werd er al veel meer ruimte gecreëerd. En dat
kleurde zich ook af hier in het Damiaancollege. Ja. Terwijl voor 63, hè, dan spreek ik weer in die fase daarvoor, had je dat allemaal niet. Hè? Nee. Was het silentium absolutum, hè? Dat was een belangrijk begrip. Hè? Dus dat je absoluut moest zwijgen. Ja, je liep over de gangen en je liep in een prachtige rij, riep je achter elkaar, maar zonder een mimiek of een woord. In 1999 hebben we een reunie gehad van de jongens die in 1959 gekomen zijn, uit mijn klas. Van de 40 jongens die toen begonnen zijn, kwamen er 34 op de reunie. Dat wil sowieso al zeggen dat ze een heel hecht idee hadden van, oh, dat was een bijzondere tijd. En daar hebben we geconstateerd dat inderdaad bijna iedereen wel een sociale kant op was gegaan. Leraar geworden, dokters, verplegers. En ook al werkten de mensen gewoon in het arbeidsproces, dat ze daarnaast vaak toch iets deden in hun vrije tijd. Een voetbalclub leiden of iets dergelijks. Er zat altijd iets in van dat Damiaan zijn. Vandaar dat wij toen ook wel vastgesteld hebben. Ex-Damianen bestaan niet. Je kunt wel oud-Damiaan zijn, maar ex-Damianen bestaan niet. Veel jongens gingen dus in een sociaal beroep werken. Maar een seminarie is er ook om paters op te leiden, bijvoorbeeld voor de missie. Dat bleek uiteindelijk maar voor weinigen weggelegd. Van onze klas, van 30 leerlingen, waren er eigenlijk nog maar 2... die toen zeiden van, nou, ik wil wel pater worden, maar de anderen die zagen er niet zitten. Maar in mijn geval, in ons geval, als je ouders zich konden verenigen met de christelijke sociale oefening die je hier kreeg, dan was het geen probleem. Nee. En van die 2 die uiteindelijk pater zijn geworden, die zijn ook weer uitgetreden. Ik kan mij niet herinneren dat mij toen is gevraagd van, wil jij laten priester worden? Het kan maar zijn dat ze wel gevraagd hebben, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Hm. Maar ik wilde wel graag hier naartoe, want hij zat hier al een jaar eerder. En wij bij ons thuis kwamen ze dan dus om de 14 dagen met de bus, om de vuile was op te halen en de schone was weer. Dus ging ik wel eens mee. Zakgeld, snoepjes, ja. Toen zag ik er hier dus allemaal mijn eigen kamertje, chambret, hè, 2 schotten en een gordijn. Studeren in een bureautje, dat had ik thuis allemaal niet. Ja. Ik kon niet voetballen, ik kon niet zwemmen, een bos erbij. Dus toen ze aan mij vroegen van, en Piet, lijkt jou dat niet wat? Ik dacht helemaal niet aan het grote doel daarachter. Ik zei dus volmondig ja. De opleiding die de jongens kregen was ook niet zozeer bedoeld om priester te worden. Het was een gymnasiumopleiding. Omdat het seminarie geen erkende school was, moesten de leerlingen steeds naar Den Haag om staatsexamen te doen. Daarom fuseerden de seminaries van Sint Oederode en Heeswijk, zodat ze voldoende leerlingen hadden en voldoende bevoegde leerkrachten konden aanstellen. Geen spijt van gehad hoor. En mijn ouders hebben het ook altijd met de beste bedoelingen ook gedaan. Hè. Dus wij hadden denk ik na 40 jaar, dus nu 20 jaar geleden, de eerste grote reunie. Ik denk bij het Damiaan Centrum toen. Ja, en als je dan je klasgenoten tegenkomt van 40 jaar geleden, je praat binnen 5 minuten praat je verder, alsof je elkaar nog een jaar geleden gezien hebt. Je hebt zo lang in dat karrespoor gelopen met z'n allen, dat je eigenlijk meteen op de goede golflengte zit. En het gaat, dat wil je zeggen dat het allemaal over vroeger moet gaan. Maar ja, je vraagt even hoe het gaat. En, klinkt heel vertrouwd weer meteen. Ja, dat klinkt meteen bij je thuis. Ja. Je kreeg hier ook een opleiding, die was niet zozeer direct gewijd op priester worden. Het is niet zo dat wij moesten leren hoe we de mis moesten lezen of zo, volstrekt niet. We kregen een gymnasiumopleiding, dat was het eigenlijk. En het grappige van die gymnasiumopleiding was dat alle lessen gegeven werden door eigen paters. Dat ging op een gegeven moment niet meer, want die jongens die echt goed konden leren en die gymnasiumperiode goed wilden afsluiten, die moesten een staatsexamen doen. Dan moesten ze voor naar Den Haag reizen en dat was een gedoe enzovoort. Toen hebben ze samen met het seminarie van Heeswijk, hebben ze besloten, wij gaan samen, we gaan fuseren. Dan hebben we genoeg jongens, maar vooral genoeg bevoegde leraren om een officieel gymnasium te worden. Het Damiaanklooster is een bijzonder gebouw met bijzondere elementen die zeker de moeite waard zijn. Deze ramen zijn gemaakt door meneer Oitman. Dat was een Duitse kunstenaar die heel veel glas en lood heeft gemaakt. Voor het
destijds zogenoemde missiehuis Pater Damiaan. Pas geleden ben ik erachter gekomen dat deze ramen, vaak met hun Latijnse teksten, sloegen op de ruimte die er tegenover lag. Aan deze kant zien we bijvoorbeeld de tekst Mense Celestis Participes Facias Nos Rex Eterne Glorie. De koning van de eeuwige glorie maakt het ons mogelijk om deel te nemen aan de hemelse tafels. Hey, dat besloeg op de refter. Ja, de refter, die lag hier tegenover. Zo hebben deze ramen ook iets te maken met de functie binnen het gebouw. Het trappenhuis, dat is wel fantastisch. Er is nou allemaal hier het linoleum gelegd, maar dat waren vroeger gewoon allemaal tegels. En er zijn nu van die steunbalken geweest, de leuningen. Die zaten er vroeger niet aan. En in de stenen verwerkt zitten prachtige kruisjes, zitten uitgehouwen. Ja, ik vind het een schitterend staaltje van de architectuur. En dit is het monumentale van het Damianenklooster, zoals het tegenwoordig heet. We waren iedere week immers verplicht om te gaan biechten. Op zaterdagmiddag werd je uit de studie gehaald en dan moest je gaan biechten. En toen ik een keer tegen de pater die mij riep, zei van, ja, maar ik heb afgelopen week niks verkeerds gedaan. Toen zei hij, dan ga je nou maar biechten dat je gelogen hebt. De eerste vrijdag van de maand. En dan kwamen de jongens hier van achter binnen zingen. Cositationes cordis eius in generatione et generatione. Ja, verder ken ik het niet meer. Het introitus van de eerste vrijdag van de maand. Dit is de overloop tussen beneden de leslokalen die we hadden en hierboven waren de studiezalen en de recreatiezaal. Dat was het verschil. Het was hier altijd erg druk. Trappen op en trappen af. Ik vind het een prachtig stukje, dit hele trappenhuis, een prachtig stukje van de architectuur, vooral met die stenen. Maar op deze verdieping kwamen we iedere dag de verschillende keren de grote mensen tegen die ze ons in wilden pepen. Daar hadden we Franciscus Saverius. Dat was de heilige Maria, daar was hier de heilige Aloysius, maar vooral natuurlijk Pater Damiaan, ons groot voorbeeld en waarover we ook steeds te horen kregen natuurlijk. Het was nogal niet spannend trouwens om in de kerk het boekje te lezen, Damiaan, held van Molokai. Die geschiedenis kregen we van voor tot achter mee. In 1972 kwam er een einde aan het seminarie. Het gebouw werd een verslavingskliniek. Maar het gedachtegoed van Pater Damiaan heeft zich voorgoed in de hoofden en de harten van veel van de inwoners van Sint-Oederode genesteld. Een van de uitvloeisels is het Damiaan Centrum, de huiskamer van het dorp. Want wij zijn voortgekomen uit studenten van het Damiaan College destijds. Oud-studenten hebben het Damiaan Centrum opgericht. En dan komt het gedachtegoed van Damiaan, ook van Pater Damiaan, want hij wilde er zijn voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. En dat vlammetje wat wij hier meegekregen hebben, dat is altijd in ons blijven branden. En veel mensen, of onze vrijwilligers, meestal na hun werkzame periode, denken, goh, ik kan er nog iets mee, of wat kan ik ermee? En toen hebben een aantal oud-studenten het Damiaan Centrum opgericht. En dat wordt nu voortgezet voor, ja, we kunnen wel zeggen kwetsbare mensen, maar in principe zijn we natuurlijk allemaal kwetsbare mensen. Maar we willen een thuis zijn, een huiskamer, voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit doen we nou en de volgende keer kan het een lezing zijn of over de natuur. En gewoon, we hebben iedereen leuke ideeën, altijd. Iedereen is hier welkom en dat is dus het bijzondere van het Damiaan Centrum. Met of zonder rugzakje, buitenlander of geen buitenlander, jong, oud, het maakt niet uit. Er valt wel een werkgroep binnen hun interesse, of niet, mag ook. Het gaat niet om het resultaat, maar het gaat gewoon om hier te zijn als mens zijnde. En dat is dus het gedachtegoed wat het Damiaan Centrum uit wil dragen. Iedereen die denkt, goh, ik zoek iets, hè, ik voel me een beetje eenzaam of ik heb behoefte om eens een keer een arm om mijn schouder, die is hier welkom. En daar kunnen wij iets voor bieden in al onze programma's die we hebben. Ik vind de huidige tijd best wel hectisch en snel en onrustig. En hier vind je nog een stuk rust. En dat is wel iets, denk ik, wat vanuit vroeger er is.
En waar heel veel mensen zich heel prettig voelen. Je kunt iets komen halen hier, maar je kunt ook iets komen brengen. En daarom zijn we ook blij met onze vrijwilligers, want we hebben wel 35 vrijwilligers. Want daar bouwen wij op natuurlijk. En wij kunnen als bestuur het niet alleen doen. Wij kunnen faciliteren, maar onze vrijwilligers zijn de mensen die de mensen ontvangen en die de mensen te woord staan en activiteiten begeleiden. Inmiddels is de verslavingskliniek verhuisd en begint het klooster aan een derde leven. Het gebouw is gekocht door Zorghuis Investments. Het voormalige seminarie wordt opgeknapt en aangepast aan de moderne tijd. Zorghuis wilde de sociale functie behouden en dus wordt het Damiaanklooster een therapeutisch centrum. Ook worden het gebouw en het park beter toegankelijk voor iedereen. Er staan een concert en een jaarvergadering van de plaatselijke ondernemers gepland. Bij alles wat er wordt bedacht, is het gedachtegoed van pater Damiaan leidend. Zaken in de Midden-Brabant staan, mooie rooikant. En denk, ach ja, dat kan ik wel eens proberen. Het is niemand die zegt van je moet dit of je moet dat. Iedereen die luistert naar haar verhaaltje en dan is het prima. Ja, mooi. Als je hier geweest bent, dan weet je wat het is. En dat is de kunst om de mensen hier ook binnen te krijgen. Want ik had ook zoiets van Damiaan Centrum, oud klooster, hebben verslaafden gezeten. Niet mijn wereld. Je komt hier en het is totaal anders. Er is een ontmoetingstuin. Daar kan 's maandagsochtends onder het genot van een kopje koffie de hele wereldproblematiek doorgesproken worden en nog wat in de tuin gedaan worden. Is een fietsenwerkplaats, een houtwerkplaats, was er, die is nu niet meer. Beeldhouwen is er gekomen, gesprek te pas, dus het is ook praten, wandelen. Breien, textielatelier, wat hebben we nog meer, muziek. Ja, er zijn een stuk of 12 werkgroepen waar je onder kunt scharen. Het is elke keer iets anders of wat anders. En we hebben ook heel fijne vrijwilligers, wil ik ook wel even zeggen. Het is geen opleidingscentrum, dus er is ook niets wat je verbindt aan het een of het ander. Het is geen zorginstelling, dus wij hoeven ook niets te weten van achtergronden van mensen, van wat dan ook, je bent er gewoon zoals je bent. En van daaruit hopen wij dat je weer kunt groeien. Toen kwamen er natuurlijk studenten hier en die vlogen uit, hè, of die moesten uitvliegen. Naar de missiegebieden, of ze kregen in ieder geval een goede opleiding om een volgende stap te maken in hun leven, waren natuurlijk jonge mensen. En eigenlijk wat we hier proberen te doen, is eigenlijk hetzelfde. Mensen worden hier, het is een therapeutische bestemming, dus mensen kunnen hier kortdurend, maar ook langdurend kunnen ze hier verblijven, met hulp, ondersteuning, therapeutisch. En dat betekent dat je dus eigenlijk iedere keer weer een stapje kunt zetten naar een volgende fase in je leven. En dat vind ik wel een mooie parallel naar vroeger. Want dat had eigenlijk pater Damiaan had dat ook voor ogen. Dus dat proberen we daar in de nieuwe tijd maar gewoon een iets andere invulling aan te geven. Als een Nederlandse hulde aan een grote pater Damiaan laten wij nu horen de pater Damiaan kantaten. Uitvoerenden zijn Gerard van den Berg tenor, Jos Baselmans bariton, en het koor van de Sint-Damianus-stichting te Sint-Oederode Noord-Brabant onder leiding van pater Patricius Arts. Luisterde, dames en heren, naar de glorieuze ontvangst te Antwerpen van België's nationale held, pater Damiaan.